verkeerde. Wie is al als snelst vertrokken? We zien een wat mindere start van Jansen. Hij is de halve finale nog te winnen. Maar wie is wel goed vertrokken? Ja, natuurlijk. Kevin Trent. Hij is altijd goed in de rek. En ook nu weer op. Dat die gaat hij dan meenemen. We zien een goede bocht van Trent. En die gaat er een plekje pakken bij op de kosten van Jorik Steenstra. Op zijn thuis van dus. Maar we gaan Steenstra echt nog wel terug zien hoor. We gaan kijken naar de rest van het veld. Terwijl Jaden Trent al een aantal minuutjes los is. Misschien zijn dus er 2 Prins op 3. En dan gaan we kijken naar plek 4. Kerstel Timmers zit op 5. Dan zien we ook nog in de baan. Dan eventjes kijken naar Schalk op 6. Het is Schalk voor 7 en Jansen laat hem al over op 8. Maar vooraan kijken. Hij is al 5, 6, 7 meter los daar. En als hij geen gekke dingen meer gaat doen, gaat hij hier de kampioen worden. Maar de jongens van 10 jaar. En gaat hij meenemen naar het podium. Jorik Stienstra. En eventjes kijken naar plek 4.